Komende maandag 15 april vergadert de Tweede Kamer over de toekomst van het stelsel van hoger onderwijs. En in de richting van al die Kamerleden die daar aan de bak gaan, hebben wij een oproep. En die oproep heeft betrekking op 4 punten. In de eerste plaats, zorg voor structurele financiering van het praktijkgerichte onderzoek in het HBO. Want alleen als ons praktijkgerichte onderzoek structureel wordt gefinancierd, is het mogelijk om de resultaten daarvan ook te verankeren in ons onderwijs. En dat is juist heel erg belangrijk, want de arbeidsmarkt verandert razendsnel. Dus om dat bij te houden, moeten we ervoor zorgen dat we goed kunnen investeren, juist in die aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Tweede punt is, als het gaat om de arbeidsmarkt, die wordt steeds complexer. Daarom zitten werkgevers te springen om meer masteropgeleide professionals. Wij willen heel graag aan die vraag tegemoetkomen. Ook omdat onze studenten dat graag willen. En die moeten ook makkelijk kunnen doorstromen naar masteropleidingen. Dus geef ons meer ruimte om dat te doen. En derde is, wij vinden het heel erg belangrijk om ook in heel Nederland onze rol te kunnen blijven spelen. Dus dat betekent dat je in heel Nederland ervoor moet zorgen dat we opleidingen kunnen starten en opleidingen overeind kunnen houden, ook in krimpregio's. Dus maak een regeling die daarvoor zorgt en überhaupt bekostig de regiofunctie van het HBO, die heel belangrijk is voor de economische levensvatbaarheid en de leefbaarheid van regio's in Nederland. En dan tot slot, het vierde punt, leven lang ontwikkelen. Daar willen we graag veel meer aan doen. Er is een enorme krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt. Wij willen eraan tegemoetkomen door ervoor te zorgen dat meer mensen daarvoor terecht kunnen bij een hogeschool. Dus geef ons die wettelijke rol, zoals je dat noemt. En zorg ervoor dat veel meer mensen ook tegen een goedkoper tarief gedeelte van opleiding kunnen volgen, zodat ze er weer snel mee aan de slag kunnen. Dank jullie wel.